Het is vandaag dinsdag 28 april 2020. Dag na Koningsdag. En het is nu de coronatijd. Dus het coronavirus is 31 december 2019 werd er voor het eerst melding van gemaakt in China. Daarna kwam het een beetje in de Aziatische regio. Daarna ontstond het in Italië. Verspreidde het zich over heel Europa. In Nederland werd de provincie Brabant, waar ik oorspronkelijk vandaan kwam, hard getroffen. Dat kwam waarschijnlijk door carnaval. Daarna ging het naar Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. En in de Verenigde Staten zijn er nu al meer dan 50.000 doden gevallen. Wat heel opvallend was in die crisis, was dat ontzettend veel leiders de zaak volledig verkeerd inschatten. Het leek wel of dat men niet waar wilde hebben wat er aan zat te komen. Of dat men dat virus een signaal wilde zenden van wij laten ons door jou niet kisten. Wij laten ons door jou niet gek maken. En we trekken ons niks van jou aan. Nou, prachtig dacht dat virus, want ik trek me ook niks van jullie aan. En als jullie gewoon jullie gang gaan, kan ik me maximaal verspreiden. Nou, dat gebeurde dus ook heel snel. Totdat het duidelijk werd dat er echt heel zwaar aan de noodrem getrokken moest worden. Omdat je aan kon zien komen dat de intensive cares en überhaupt de ziekenhuizen volledig zouden uitpuilen door alle slachtoffers, alle zieken. En toen werden er bijna overal zogenaamde lockdowns ingesteld. Dat wil dus zeggen, bijna volledige quarantaine van de maatschappij. Iedereen binnen blijven. En alleen de essentiële beroepen, bijvoorbeeld de gezondheidszorg of de logistiek, supermarkten, die mochten open blijven. En de rest, die ging dicht om ervoor te zorgen dat de contacten tussen mensen minimaal zijn. Zoveel mogelijk besmette personen, virusinfectiereeksen, doodlopen in huishoudens. Dan zijn er misschien maximaal 4 of 5 mensen besmet. Maar de rest van de maatschappij wordt dan ontzien. Dat was de opzet. Dat heeft men in Nederland ook gedaan. Alhoewel het hier wat minder streng was als in Spanje en in Italië. Wij hadden een zogenaamde intelligente lockdown. Dat wil niet meer zeggen dan dat die iets minder streng was. We mochten nog wel de straat op bijvoorbeeld. Dat mocht een tijd lang in Italië en in Spanje en Frankrijk niet. Lege straten had je. Je mocht alleen nog naar buiten als je naar de supermarkt moest om eten te kopen. Voor de rest niet. Wij hadden dus een intelligente lockdown. Wij mochten wel naar buiten, maar niet met meer dan 2 personen tegelijk. Tenzij je van een huishouden bent. En ten opzichte van andere mensen moet je minimaal 1,5 meter ruimte in acht nemen. Dat was eigenlijk succesvol in die zin dat het aantal besmetten na een paar weken, want er zit een na-eil effect in, toch aanzienlijk afnam. Het aantal doden per dag nam aanzienlijk af. We zaten geloof ik vandaag op 43 geloof ik. We hebben ook op, ik meen meer dan 200 per dag gezeten, dus je ziet echt duidelijk een afname. Maar goed, je kunt dit natuurlijk niet eeuwig volhouden, want er moet ook gewoon economie gemaakt worden. Er moet ook gewoon gewerkt worden. Een hoop mensen die zitten thuis. Nou, gelukkig kunnen een hoop mensen, onder andere ikzelf, tegenwoordig thuis werken. Maar er zijn ook beroepen waarbij dat niet kan. De horeca, de theaters, concerten. Allerlei contactberoepen, masseurs, dat kan nu gewoon niet werken. Die zitten gewoon thuis. En dat is natuurlijk een enorme aderlating voor die mensen. Verder blokkeert eigenlijk de hele economie, omdat je niet meer zo goed contacten kunt hebben. Dat is toch heel belangrijk voor een goed functionerende economie. De vraag naar allerlei producten is enorm ingezakt. Bijvoorbeeld olie met 30%. Daardoor hadden we in maart, of medio april, nee, vorige week was het geloof ik, hadden we voor het eerst in de geschiedenis, voor zover ik weet, negatieve olieprijzen. Dus als jij als handelaar van de producent olie kocht, kreeg je er geld bij. Zelfs 1 contract $40 per vat. Want het is duurder om de productiecapaciteit weer helemaal stil te leggen en straks weer op te moeten starten, dan die olie gratis weggeven of met geld toe.
Sommige andere takken van sport hebben het juist veel drukker. Bijvoorbeeld de bedrijven die kruideniersproducten, dus supermarktproducten, aan huis leveren. Of mondkapjesbedrijven of desinfectiemiddelbedrijven, die hebben het natuurlijk veel drukker gekregen. Maar het is toch een enorme aderlating voor de economie. In Amerika zou er best wel eens een werkloosheid kunnen ontstaan van 20%. Dat waren dezelfde aantallen als tijdens de grote depressie. In 5 weken tijd zijn er 23 miljoen werklozen bijgekomen. Want je kunt daar heel makkelijk mensen ontslaan. Dus als je het even niet vertrouwt, ontsla je mensen gewoon. De economische krimp is 10% of meer. Ook hier trouwens, 400% of 8% geloof ik in Nederland. Maar goed, dicht tegen de 10%, enorme krimp. Dus dit kun je niet al te lang volhouden. En nu is het dus de vraag van hoe gaan we daarmee om? Want je kunt ook niet meer alles, de teugels maar laten vieren. Er is nog geen werkend medicijn of een vaccin. Ga je nou alles loslaten, dan stromen de ziekenhuizen helemaal vol. Mensen die echt hulp nodig hebben, kunnen dan niet meer geholpen worden. Want er is gewoon geen capaciteit. En dat betekent gewoon nog veel massaler sterven eigenlijk als het nu al is. Met name voor de kwetsbare groepen. Naarmate je ouder wordt, neemt bij dit virus de sterftekans toe. Dat is niet bij alle virussen zo trouwens. Bij de Spaanse griep was het omgekeerd. Waar juist de kinderen meer het slachtoffer en de ouderen minder. Maar bij dit virus is het dus andersom. Een hele bittere consequentie hiervan is dus dat heel veel kinderen en kleinkinderen hun ouders en grootouders niet of nauwelijks zien. Omdat, dat is voor hen veel linker. De sterftekans voor iemand tussen de 70 en de 80 als hij ziek wordt aan corona is boven de 10%. Dat wil dus zeggen als je een stelletje bent en een van beiden wordt besmet, nou dan wordt de ander zeer waarschijnlijk ook besmet. Dan is de kans dat een van beiden of allebei sterven meer dan 20%. Dat is een hogere sterftekans als met Russisch roulette. Waarbij er dus in een revolver 1 van de 6 revolverkamers gevuld is met een patroon. Dus als je die dan tegen je hoofd houdt om Russisch roulette te doen, heb je 1 op de 6 sterftekans. Een ouder stel 1 op de 5. Ben je boven de 85, dan is de kans dat er 1 boven de 80, dan is de kans zo'n 30% dat een van beiden overlijdt in dat jaar als er corona in zijn huishouden komt. Dus dat kan ook niet. Dus het is de kunst om een balans te vinden tussen enerzijds de veiligheidsmaatregelen in acht nemen en anderzijds toch maximaal binnen die veiligheidsmarges de economie in de lucht houden. Nou, bij sommige takken van sport zal dat gewoon echt helemaal niet lukken. Want daar komen gewoon helemaal of bijna niet lukken. Bijvoorbeeld theater wordt moeilijk. Dan zou je 20% van de stoelen maar moeten bezetten. Dan zijn veel producties gewoon totaal niet te doen. Dan kost het meer dan dat het oplevert. Voetbalwedstrijden, dat is ook lastig. Dus die zullen grotendeels als voor nu verloren moeten worden beschouwd. Maar ik ben er wel van overtuigd dat als de mens zijn creativiteit inzet, mens is het meest creatieve wezen wat we kennen, dat we ontzettend ver kunnen komen om heel veel van de maatschappij en van de economie in stand te houden. Om na deze crisis, en dat na is er pas wanneer er of een verdomd goed medicijn is, dat als iemand besmet raakt, dat je hem eigenlijk weer beter maakt. Maar waarschijnlijker is dat via een vaccin zou moeten, zodat je niet eens ziek wordt. Ja, de schattingen zijn dat het een jaar tot anderhalf jaar duurt. Bij de Mexicaanse griep was het er vrij snel, 10 jaar geleden. Toen was het er binnen een jaar was het toen. Ik heb toen ook zo'n spuit gehaald. Ik had geen zin in dat gedoe. Maar dit kan zomaar anderhalf jaar duren. Het kan ook 10 jaar duren. Het kan zelfs nooit lukken. Er is geen, je kunt er niks van zeggen eigenlijk. Dus het is een hele moeilijke tijd. En die heeft een uitstraling naar van alles en nog wat. Bijvoorbeeld, er zijn sommige van die mannetjesputters, zoals ik ze noem, autocraten, zoals Viktor Orbán in Hongarije. Feitelijk een soort alleenheerser die het coronavirus aangrijpt om zichzelf via decreten het land te kunnen laten regeren. Dus dan ben je eigenlijk alleenheerser. Het parlement wordt helemaal door zijn mensen beheerd. Die zullen niet hem afvallen. Dus hij kan gewoon doen en laten wat hij zin in heeft. Kan hij nog corrupter worden, nog onderdrukkender. Kan hij nog meer de macht naar zich toe trekken. Kan hij nog meer de
de oppositie het leven zuur maken, zodat hij nog langer aan de macht blijft. Dit is typisch iets wat de rechtspopulisten doen. Hè. Ze maken misbruik van onmoed in de samenleving ten opzichte van de oude heersers. Op basis van angsten, zoals vreemdelingen. Op basis daarvan nemen ze de macht over. En hebben ze de macht overgenomen, dan passen ze de regels van het spel aan. Dan passen ze de regels van de democratie aan, de checks en balances. Ze halen de pers onderuit, ze halen de onafhankelijkheid van de rechtbanken onderuit. Ze veranderen het kiessysteem, zodat ze eigenlijk bijna niet meer weg te krijgen zijn. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En het einde van het verhaal is dat ze heel lang aan de macht kunnen blijven. Zo niet tot aan hun dood, bij wijze van spreken. En natuurlijk hun zakken kunnen vullen, want ze zijn ook eigenlijk zonder uitzondering zo corrupt als ik weet niet wat. En het volk blijft dan maar intrappen. Hè? De sterke leiders die beloven, ja, bij mij moet je zijn, want ik laat desnoods de vluchtelingen verzuipen in de zee, ze komen er niet in. En een groot deel van het volk vindt dat prachtig, want die denkt alleen aan zijn eigen hachie. Die heeft helemaal geen mededogen met die mensen, dat zijn alleen maar gelukszoekers. En als ze verzuipen, dan moeten ze maar niet in boot stappen. Fuck them. Zo denkt een flink deel van het volk, als ik het maar goed heb. En die lopen erachteraan. Die krijgen het leiderschap wat ze verdienen. Want die leiders gaan er ook met een hoop van hun geld vandoor, omdat ze zo corrupt zijn, dat ik weet niet wat. Dus ze krijgen het de leiderschap dat ze verdienen. Maar goed, op het gebied van het rechtsstaat en democratie is dat natuurlijk niet al te fraai. Een andere uitwerking is dat sommige landen, daar heb ik me de laatste tijd enorm druk om gemaakt. Daar ben ik enorm kwaad over. Dat sommige landen nu in de financiële problemen komen. Nou, dat is op zich wel begrijpelijk. En iedereen krijgt het nu financieel ook voor zijn kiezen. Want een hoop mensen worden via overheidsuitkeringen in leven gehouden, zeg maar. De ZZP'ers die kunnen een uitkering, geloof ik, van 1500 euro in de maand krijgen. Omdat ze vaak geen inkomen hebben enzovoort. Dus iedereen krijgt het financieel voor zijn kiezen, maar er zijn natuurlijk landen die het veel meer voor de kiezen krijgen dan andere landen. Bij een land als Nederland, onze staatsschuld was gedaald tot, beneden de 50%, vanaf de 80 of 90% na de grote crisis in 2008. Dat hebben we helemaal weten terug te dringen. Daar hebben we een hoop voor moeten laten, een hoop belastingverhogingen, bezuinigingen en er is een beetje alles hervormd wat los en vast zat. Huizenmarkt, pensioenen, gezondheidszorgsysteem, de arbeidsmarkt. Allemaal vervelend. Allemaal pijnlijk. Maar we hebben het gedaan om sterker uit de crisis te komen. Dat is ook wonderbaarlijk goed gelukt. Daar hebben we een prijs voor betaald, maar we worden er ook voor beloond. In Italië bijvoorbeeld, een land, die heeft dat veel minder gedaan dan wij. Met als gevolg dat zij de crisis na corona, of als gevolg van corona, ingingen met een staatsschuld van 135% van het bruto nationaal product. Die hadden eigenlijk helemaal geen ruimte meer om zich nog uit de crisis te lenen. Maar dat hebben ze ook aan zichzelf te danken, want ze hebben de afgelopen 10 jaar eigenlijk bijna niks gedaan om hun staatsschuld terug te brengen, om hun economie te herstructureren, zodat ze efficiënter worden, concurrerender worden. Ze zijn in de lucht gehouden door opkoopprogramma's van de Europese Centrale Bank. Die werden gestart door de Italiaan Mario Draghi. Dat is ook de man die de euro gered heeft. Dat vind ik een pluim waard. Door te zeggen, we will do whatever it takes to keep the euro. Nou, daarmee heeft hij de euro gered, want hij maakt aan de speculanten duidelijk, ik ben de baas, ik ben Mr. Euro. Druk ik meer euro's, doe ik dat. Druk ik er minder, doe ik dat. Gooi ik de rente omhoog, doe ik dat. Ga ik een quantitative easing doen, doe ik dat. Ik ben de baas, jullie hebben niks te vertellen. Nou, toen begrepen de speculanten, in 2011 was dat geloof ik, 2012, dat het spel uit was. En toen was de eurocrisis eigenlijk qua intensiteit beëindigd. Dus daar ben ik hem zeer dankbaar voor. Maar hij heeft ook landen kunstmatig in de lucht gehouden door hun staatsschulden tegen hele lage rentes op te kopen. Waardoor de druk van de ketel was bij die landen om te hervormen. Nou, dat hebben ze dus niet gedaan, want het is lang leven de lol vaak daar in het zuidelijk deel van Europa. Niet aan morgen denken, typisch iets van hun handelen. Elke keer maar weer via de gemakkelijke weg proberen weer eventjes ruimte te krijgen. Er wordt niet van A tot Z gedacht, men blijft halverwege het alfabet hangen, als ik nu maar even een paar jaar vooruit kan. Nou, vroeger, in de tijd dat ze nog een eigen munt hadden, kochten ze constant ruimte door nieuwe schulden, door de munt te devalueren.
Hè, dan ben je natuurlijk weer even iets concurrerender op de wereldmarkt. Verder is de wereldmarkt iets duurder bij jou, dus dat stimuleert de binnenlandse markt. Voor je eigen productie bedoel ik. En daarmee kochten politici die verkiezingen wilden winnen eventjes wat economische ademruimte. In de hoop dat dat de kiezers gunstig zou zinnen. Maar dat kan niet meer, want ze zitten nu binnen de euro. Dus nu hebben ze het probleem opgelost door dan maar extra schulden te maken. En de Italiaanse staatsschuld is van ongeveer 65% aan het begin van de kredietcrisis in 2008, nu dus gestegen naar 135%. Dus het is meer dan verdubbeld. Ja, en nou lopen ze tegen de klippen op en nou hebben ze geen geld meer om een economie de coronacrisis uit te helpen. Ze kunnen geen kredieten meer opnemen, of bijna niet meer, om eruit te komen. En nou gaan ze het handje ophouden bij die landen die wel hervormd hebben, bijvoorbeeld Nederland. En daar ben ik ontzettend kwaad over. En waarom ben ik daar zo kwaad over? Omdat het zo makkelijk gaat. Omdat ze 10 jaar hebben lopen verspillen. Omdat het Italiaanse volk, hij dacht zich te kunnen veroorloven om 1,5 jaar geleden om 2 populistische partijen te kiezen. Die kregen samen de meerderheid. De rechtspopulisten van Salvini en de linkspopulistische vijfsterrenbeweging. Allebei beloofden ze hemel en aarde. Allemaal was dat onbetaalbaar. Nou, je hebt het ook gezien, de Italiaanse staatsschuld is nog verder gestegen door hun onverantwoorde beloftes en uitgaven. En nou kunnen wij voor hen de problemen gaan oplossen door dat zij willen dat Europa als ware staatsleningen kan uitschrijven. Dus dat Italië kan zeggen, wij bepalen dat we nu 100 miljard gaan ophalen uit de financiële markt, maar dan wel onder de paraplu van Europa, waardoor we veel lagere rentes hebben. En men denkt zo zich weer een tijdje te kunnen voorzien van geld en zich zo uit de crisis te kunnen spenderen met enorme staatsschulden tot gevolg. En als het dan fout gaat, en dat gaat fout, want daar hervormt men niet, men denkt niet aan morgen, men wil geen pijn lijden om economisch succesvol te zijn. Dus ook dat loopt weer tegen de klippen op. Na een tijdje kunnen ze ook dan geen geld meer krijgen, maar dan is hun staatsschuld nog hoger. Wij moeten dan garant staan binnen die staatsschuld. Dus een deel van die staatsschuld, naar rato van de andere landen, zeg maar, die komt op ons bordje. Terwijl wij geen enkele controle hadden over die staatsschuld, terwijl het niet hervormd wordt, niet bespaard wordt, helemaal niks. Maar wij kunnen dat gaan betalen. Plus, als wij ook ons geld gaan lenen via die eurobonds, zoals ze dan heet, betalen wij hogere rentes over onze staatsschuld. Dat gaat om miljarden per jaar. Die zouden wij ook graag aan de gezondheidszorg enzovoort uitgeven. Daar ben ik de duivels over. Te meer ook omdat Italië ons beschuldigt niet solidair te zijn. Maar het is wel heel erg makkelijk om een ander te beschuldigen van niet solidair zijn, als jij zelf aan de ontvangende kant staat van die solidariteit. Dat is heel makkelijk. Want ik ben wel eens benieuwd als het omgekeerd was, omdat wij dan zo makkelijk bij Italië hadden aan hoeven kloppen. Ik denk het niet. Verder is het zo, solidariteit is een tweerichtingsweg. De een geeft solidariteit en de ander ontvangt het. Maar in ruil voor die ontvangst mag je van die ander verwachten dat hij alles heeft gedaan om geen alles wat redelijk is uiteraard, om geen solidariteit te hoeven krijgen. En als het dan toch intreedt, om in ieder geval zo min en zo kort mogelijk solidariteit te krijgen. Dat mag je van zo'n ander verwachten. Nou, en daar geeft Italië keer op keer niet thuis. Men heeft niet alles gedaan wat redelijk is om nu geen solidariteit terug te hoeven vragen. Want dan had men de staatsschuld teruggedrongen. Dan had men de economie hervormd. Dan had men de starre arbeidsmarkt aangepakt. Dan had men de bureaucratie teruggedrongen. Dan had men veel harder de corruptie aangepakt, de vriendjespolitiek. In Italië zijn er 6.000 of 28.000 boswachters. Ja, dat zijn er 4 keer zoveel als in heel Canada, een land wat het op 1 na grootste land is ter wereld, met veel meer bos. Een groot deel van die baantjes zijn matsbaantjes. Dat zijn, je hebt een politicus gesteund en die matst jou met daar een baantje. Die mensen zijn helemaal niet nodig, die lopen de hele dag uit je neus te eten. Ja, dat soort dingen gebeuren er allemaal. En dan kunnen wij daar een beetje voor gaan betalen. Zo werkt het niet. Een gemiddelde Nederlander die werkt voor zijn gezin, die werkt vervolgens voor Nederland. Ook niet uit pure liefde. Dat doet hij ook omdat met de belastingcenten die hij dan betaalt, krijgt hij terug goede gezondheidszorg, goede wegen, goede scholen. Dat kan hij zelf allemaal niet maken. Dat doet het collectief. Daardoor betaalt hij belasting. En hij is heus wel bereid om een beetje voor Europa te werken. De gemiddelde Nederlander is daar best toe bereid. Maar het moet niet te gek worden.
En het moet niet zo zijn dat diegene die er met de pet naar gooit, beloond wordt met allerlei voor hem te goedkope kredieten, die niet, een rente die niet gerechtvaardigd wordt op basis van zijn economisch presteren. En dat degene die goed zijn best doet en wel zijn huiswerk heeft gedaan, zoals Nederland beloond wordt, of liever gezegd bestraft wordt met een hogere rente en straks een deel van de staatsschuld van Italië op zich te moeten nemen, als ze natuurlijk failliet gaan, want die gaan failliet, daar kun je aan zien komen, als ze niks doen. Daar voel ik helemaal niks voor, daar ben ik heel boos over. En dat is dus ook dat is echt een grote spanningsbron, want dat is niet zozeer in mijn persoonlijke leven, maar ook tussen onze landen. Er is een grote rel uitgebroken tussen Nederland en Italië, omdat de Nederlandse minister Financiën gewoon eens eventjes duidelijk de waarheid heeft verteld over die landen, en onder andere Italië. En daar had hij groot gelijk in. Hij stelde de vraag van, hoe kan het dat jullie het nou niet kunnen financieren, dit gevolg van die coronacrisis, en wij wel? Dan hadden ze met de billen bloot gemoeten natuurlijk. Dan hadden ze moeten zeggen, omdat wij er met de pet naar gegooid hebben, omdat wij niet aan morgen denken, omdat wij een stelletje verwende slappe nullen zijn. Dat hadden ze dan moeten zeggen als ze grote jongen waren geweest. Dan hadden ze de waarheid gesproken. Nou nee, toen was de wereld natuurlijk te klein. Hoe durfde de kleine Nederland hen een spiegel voor te houden? Schandalig! Nou, ze kunnen met de pot op. Nederland moet gewoon hiermee doorgaan. En voor mij is het heel duidelijk. Als Duitsland omgaat en die gaat van die eurobonds uitgeven. Duitsland is er nu tegen. Maar als Duitsland toch omgaat, en ik voorspel, die gaan om als ze moeten kiezen tussen het behoud van de eurozone en dan die eurobonds. Dan gaan ze uiteindelijk voor de eurobonds. Dan gaat dat met mij een brug te ver en moet Nederland uit de euro stappen. Dat zal schade betekenen hoor, want wij moeten dan allerlei omstellingskosten moeten we krijgen voor onze kiezen, dat gaat om miljarden. En verder zal onze munt, dat wordt dan waarschijnlijk dus weer de gulden, die zal een waarde gaan stijgen ten opzichte van de euro, want hij is eigenlijk harder dan de euro, waardoor onze concurrentiepositie verzwakt. Dat kan hier extra werkloosheid betekenen en economische problemen. Het is niet iets wat je makkelijk doet, maar toch vind ik dat we dat moeten doen, want anders lopen wij tot in de lengte van dagen straks voor de Italianen te betalen. Dan is de euro niet wat die ons beloofd was. Op grond van Maastricht zou dat een serieuze eurozone zijn. Met criteria over schulden en financieringstekorten en noem maar op. Dat is het dan allemaal niet geworden. Dan is het uitgedraaid op een schuldenunie, op een transferunie. Nou, daar pas ik gewoon voor. Daar voel ik gewoon helemaal niks voor. En dan moeten we er gewoon uit. En dat moeten we ook duidelijk maken. Dat moeten we ook heel duidelijk maken. Zodat zeker Duitsland de zaak niet verkeerd inschat. Zodat ze ook weten wat wij gaan doen. En we moeten dat ook kracht bijzetten. Niet uit bluf, maar wel omdat we het echt menen, door nu onze munt weer te gaan slaan en drukken en onze digitale voorbereidingen te treffen. Dan zijn we er klaar voor als het gebeurt, plus dat ons dreigement veel geloofwaardiger wordt. Want we zijn er klaar voor. Dus kies maar Europa. Zo duidelijk moeten we het maken en dat moeten we ook gewoon doen als dat echt fout gaat. Dan moeten we niet door de knieën gaan, dan moeten we eruit stappen. En dan kan Duitsland alleen voor die problemen opdraaien. Nou, dat gaan zij ook echt niet doen. Als wij eruit gaan, dan doen zij het waarschijnlijk ook niet. En als ze het wel doen, dan voorspel ik dat de Duitse bevolking vanzelf andere partijen gaat kiezen om dat te stoppen. Daar gaat het Duitse volk uiteindelijk niet mee akkoord. Daar geloof ik geen bal van. En anders gaan ze het maar wel mee akkoord, maar dan gaan zij betalen en niet wij. Dan krijgen we dezelfde rol als Denemarken uit de euro binnen de EU. En zo moeten we het wat mij betreft doen. Maar goed, zover is het nog niet. Misschien dat er toch nog is nou sprake van allerlei andere oplossingen. Dat als het ware de Europese Commissie geld leent op de internationale markt. Dat Italië dan dat geld van de Europese Commissie leent. En als je dat echt goed regelt, dan wil ik erover nadenken. Maar dat betekent wel dat de Europese Commissie streng moet zijn. En dat ze eisen moeten stellen aan die leningen. Anders krijgt Italië geen geld. Zo moet het wel zijn. Of dat haalbaar is, we hebben niet zo'n goede ervaringen in het verleden met die Europese strengheid. Dus ik heb daar zo mijn twijfels, maar als dat wel te regelen valt, nou ja, ik laat me verrassen, dan kan ik daar nog wel mee leven. Maar anders niet. En dan is het of Italië vindt een oplossing voor zijn financieringsproblemen, en anders moeten ze maar de eurozone verlaten. En als zij dat niet doen, omdat de rest van Europa akkoord gaat met die verdomde eurobonds, dan moeten wij eruit stappen. Dat is mijn mening. Dus, nou ja, goed, dat was mijn verhaal voor nu even. Ik eindig dan maar weer met de woorden die ik al vaak heb uitgesproken. De tijd zal het leren.